Hier. Dokter Bellefignus. Dokter Bellefignus. Ja, wie is daar? Goed volk, de Rebbe en twee Joodse vrienden. Zeker? Ja. Oh ja, wat betekent dan shalom, gevakken? Shalom betekent vrede en gafferim betekent vrienden. Oh ja, en wat betekent de Rebbe mesoge? Rabbi is gek. Het doet er nu open. Ja. Ja. Ja, wat kan ik voor jullie doen? Wij komen u feliciteren. De pest is bijna uit de Joodse wijk verdreven dankzij u. Ja, laat dat de stad nou maar niet horen. Simpele hygiëne, afvalverbanden, dat werkt enorm. Dat zei ik toch. De Joodse spijswetten uit de Torah. Het boek Leviticus, we leven ze na tot de letter. En wat denkt u, het werkt? Tegen de pest. Weet u nu hoe de pest wordt overgebracht? Nee, dat niet. Als we de ratten verjagen en de vlooien verjagen, nou, dan verdwijnt de pest kennelijk ook. Ja. U kunt de wereld redden van deze plaag, weet u dat? Niet zo bescheiden. U mag trots zijn. Ja, u mag de wereld vertellen dat u de Joodse wijk in Straatsburg hebt gezuiverd van de pest. Als de christenen dat horen, dan verdrijven ze ons. Maar zullen ze dan niet dankbaar zijn en zeggen, goh, hoe heeft u dat gedaan? Begrijpen jullie dan niet? Ze zullen ons beschuldigen van tovenarij. Ze zullen ons beschuldigen dat we hun waterput hebben vergiftigd en zelf gezond blijven. Hoe dan ook, we krijgen altijd de schuld. Simpelweg omdat we anders zijn. We zijn geen christenen. Dus zijn we de zondebok. Dat is zo. Het is een enorme triomf. Maar we mogen het tegen niemand zeggen. Anders worden wij de stad uitgegooid. Ja, of veel erger. Ze steken ons huis in brand en voeren ons af. Oh, maar we mogen u toch wel feliciteren. Goed. Maar niet hard. Gefeliciteerd. 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 Ja, bedank je wel, pa. Mooi keer. Ik zeg niks. We zijn hier nooit geweest. Oh, wat zijn die mensen daar erg in Straatsburg. Zo ondankbaar, vreselijk. Vreselijk? Ja, dat zeg ik, vreselijk. Ja, nou, ik zeg het ook, vreselijk. Ja, ik zei het eerst, vreselijk. Vreselijk.